BNA-leden hebben gisteren tijdens de openbare vergadering, waarin diverse belastingwetten, namelijk de wet fiscale jurisdictie, zijn behandeld, hun misnoegen geuit over de wet belasting over de toegevoegde waarde BTW. Ronnie Assabina van de BEP vroeg of er een tussentijdse BTW-evaluatie door de regering is gehouden, omdat er veel onduidelijkheid heerst. En daarnaast blijken in de praktijk veel problemen te zijn ontstaan over de werking van BTW. NDP-parlementariër Ibu Jones meende dat de pas ingevoerde BTW een chaos is. Alom is er sprake van verwarring. Er is sprake van onduidelijkheid. Er is sprake van onregelmatigheden, voorzitter. Soms bevoordeling, aan de andere kant benadeling, voorzitter. Dus graag zouden we van de regering willen weten hoe verder, weet je, hoe het leed de BTW-pijn, voorzitter, ja, verzakt voor de gemiddelde samenleving. In de BTW-wet, voorzitter, staat aangegeven dat per 1 januari er een steering committee in het leven zou worden geroepen, voorzitter, vanaf 1 januari 2023, voor 6 maanden, rechtstreeks zou vallen onder de president. En voor zover wij hebben kunnen natrekken, voorzitter, is dat monitoringsteam nog niet in place. En we zien dat het volk, ja, elke dag, voorzitter, ja, het slachtoffer wordt van een wet die wij hier hebben aangenomen, waarvan de voorbereiding niet gezond is, voorzitter. Het brengt zoveel zaken in de war, het zet zoveel mensen in problemen, prijzen stijgen. Niemand weet precies wanneer je wel en wanneer je geen BTW moet betalen. Er is zoveel onduidelijkheid. Er zijn zoveel klachten. Ik ging ook naar de belastingen van de jongens die daar het werk op het veld moeten doen. Zij hebben ook geen antwoord. En de mensen kunnen nergens gaan om hun misnoegen, om hun financieel dat zo benadeeld wordt. Soms praten we misschien over een goed die je in de winkel koopt. Maar er zijn ook mensen die uit noodzaak een wagen moet kopen, geconfronteerd wordt met dit soort situaties. En ze kunnen nergens, voorzitter. Dat is wat wij bedoelen, waarom wij toen ageren dat de BTW voor het invoeren de randvoorwaarden niet voldoende zijn. En wij plukken nu de wrange vruchten om te bedenken dat het pas het begin is, voorzitter. Kishan Ramsoukou van de VHP wees erop dat de BTW-wet in DNA is behandeld. Dus feitelijk zou elk lid kennis moeten dragen van de wet, zodat mensen die naar hen toekomen de juiste informatie kunnen krijgen. VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin was het eens met zijn collega parlementariër. Wat ik hier begrijp en hoor, leek het erop alsof onze eigen leden de wet niet begrepen. En dat is wel een beetje jammer, voorzitter. Dus de BTW-wet. En ik zou aanraden om zelf ook te studeren, om de mensen ook te kunnen begeleiden. Want het is ook onze taak om mensen die naar het volk te kunnen begeleiden voor wetten die wij aangenomen hebben, wij behandeld hebben. En heel lang met de behandeling hebben gedaan. Bij de behandeling van BTW, heel wat mensen de wet niet kende. En dat heeft vaak geleid dat men eigenlijk praat over geen randvoorwaarden voor goede implementatie. Maar ik kan u bijvoorbeeld zeggen, voorzitter, en ik hoop dat de regering daar antwoord op geeft, dat vooralsnog wat de inkomsten betreft het de goede richting op gaat, wat BTW betreft, voorzitter. Maar dat is niet pakkie aan van mij, maar ik laat mij enigszins altijd vooraf goed informeren. Maar wanneer hier gesteld wordt terecht dat er een steringcommissie zou komen, dus daar vragen we de regering dat men wel antwoord op geeft. Gayadin voerde verder aan dat vanuit het parlement een commissie zou komen voor het monitoren van het BTW-gebeuren. Echter is dat nog niet gebeurd. Hij hoopt dat de commissie spoedig ingevuld kan worden.